Welkom aan boord. Als je deze video bekijkt, betekent het dat je overweegt kennismaker te worden bij de Kornbeurs. Gefeliciteerd! Voor slechts 20 tippies krijg je je eigen shirt, kennismakerschap en inzicht in alle redenen om echt lid te worden. Mag ik dan nu een biertje drinken? Hoho, niet zo gehaast. Je zult eerst moeten leren over de geschiedenis van onze vereniging, die al meer dan een eeuw overbrugt. De Kornbeurs is een rijksmonument, gebouwd en heropgebouwd tussen de 13e en 17e eeuw. Het is hier dat de Kornbeurs als vereniging in 1912 werd opgericht als SSR Delft en aan het einde van de vorige eeuw verder ging als open jongerenvereniging de Kornbeurs. Laten we snel kijken. En zoals onze oppertapper, de baas van de bar, altijd zegt, mag er bij een vereniging als deze de bar natuurlijk niet ontbreken. Ilse is een ervaren barvrouw, die alle kneepjes van het vak zorgvuldig heeft bijgeleerd. Iemand zoals zij zal je vragen... Wil je een biertje? Ja, lekker. Maar natuurlijk mag iedere Kornbeurser zelf de bar leren verkennen vanaf het moment dat hij lid is. Hey, wel blijven opletten. Hoewel de kelder de oudst begaanbare en misschien wel de meest sfeervolle ruimte is van Delft, zoeken we het soms hogerop. Zo komen we op zolder via de wenteltrap. Die helemaal vanuit de kelder hierheen loopt. De zolderbouw kan mee genieten van een stevig kopje koffie of een lekker kopje thee. We verzorgen iedere dag een andere soort taart. Tast toe! Ja, werkelijk. Als de kelderbouw het kloppend hart van de vereniging is, dan zijn de theezolderaars haar lever en galblaas. Het is hier waar de vereniging samenkomt voor een spelletje, een moment van rust of een vergadering. Mag ik dan nu een biertje drinken? En vergaderen gebeurt er veel. Met minstens 10 commissies is het hier een drukke bedoeling. En er is altijd al wat te klussen. Maar gezelligheid is niet het enige wat de Kornbeurs maakt. Een van de belangrijkste dingen is onze structuur. Of juist het gebrek aan hiërarchie. Want of je nou bestuur gaat doen... Hey! Of bij een club of dispuut gaat... Of juist iets corporaats wil doen. Het kan hier allemaal. Onze leden zijn zeer divers. Van alternatieve metalheads tot jasje dasje. En alles ertussenin. Je kunt het hier vinden. Binnenkort drink ook jij regelmatig een biertje op de ledenavond. Elke woensdagavond komen onder andere disputen, die mensen in gekke groepskleding en andere verbanden en leden samen om hun onderlinge band te versterken. Maar ook de andere avonden van de week zijn gevuld met gezellige avonden, feesten, activiteiten en bands. Wauw, mag ik dan nu een biertje drinken? Had dat dan meteen gezegd. In my head. Yeah.